waar kom je erheen dan? Ach nee zeg, oh is die leuk! Enig hè? Ja, je moet er maar opkomen hè? Ja! Oh, dat zijn al die fietsjes! Ja! Al die fietsjes! Ja, dat komt nu wel uit hoor. Nu dit is er een afstand. Erg mooi! Echt even kussen. Leuk hè? Enig hè? Enig, enig. Goh. Het is weer zo'n leuke afwisseling. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Geweldig leuk. We lopen ervoor, hè? Is er nog niet, maar die komt wel. Ben Otto zeker. Ben is er nog niet. Ben, ik ga toch maar beginnen. Nee. Heb jullie allemaal een handje? Sorry. Rode wijn, witte wijn, zure wijn. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn, gezellig. Ik vind het ook altijd hele vorig jaar vond ik dat heel leuk dat jullie elkaar ook zien. Dat jullie ook weten van nou, welke mensen ik zo door de week allemaal tref. En hopelijk ook wat leer. Ik vind het nog steeds ontzettend leuk om les te geven. En ik hoop ook dat ik dat heel lang kan blijven doen en dat jullie ook... Dat de les blijven natuurlijk. Soms is het wel eens dat iemand zegt, nou, pas je niet of wat, daar ben je natuurlijk altijd vrij in. Maar ik vind het heel leuk om jullie allemaal les te geven. En je ziet het is gewoon weer een hartstikke leuk resultaat, want hier hangt heel divers. En het is iedere keer gewoon weer leuk als je dan zo alles bij elkaar ziet, wat er dan allemaal uitkomt. Nou, hangt ook wat werk van een aantal mensen die er niet zijn. Die konden niet, die hadden over een verjaardag of een vakantie en dat soort dingen. Dus, maar ik moest jullie allemaal de hartelijke groeten doen van de afwezigen. En, wat moet ik nog meer zeggen? Nou, ik ben vorig jaar mee geweest ook. En ik vind wel dat er progressie in zit hoor, met heel veel werken. Dus
best een beetje voorgezet. Ja, ik heb het je best gedaan. Nou, het is eigenlijk, dacht ik ook, het is, zou heel leuk zijn als we ieder jaar zoiets gewoon met elkaar kunnen doen. Ja. He, want nou, ik heb wel gemerkt dat jullie enthousiasme daar ook gewoon is om dat te doen. Dus nou, wie weet dat we volgend jaar weer een toevallige... Nou, bij Jos, dus, ik kwam hier bij Jos. Oh, daar komt Ben aan. Kom erbij, Ben. Ik kwam bij Jos hier binnen, want ik zou bij hem in de etalage en ik kom hier binnen, want nou, zoals jullie weten zouden we misschien eerst bij Albert Heijn voor de ramen. En toen had ik al zoiets van, nou, voor de ramen is altijd een beetje lastig. Weerspiegeling en je kijkt daar doorheen en is dat wel een goede plek. En toen kwam ik hier bij Jos binnen en toen zie ik in één keer die prachtige witte muur hier. Dus toen zei ik tegen Jos van, zouden we hier de expositie kunnen doen? Nou, daar stond hij gelijk voor open, dus dat is hartstikke fijn. Ja, en vanochtend kreeg ik allemaal aanvraag om nog meer keren de wanden als de expositie te gebruiken. Ja, dat staat nog vreselijk. Ja, het leen zit er heel erg goed voor. Kennelijk, ja. Dus als jullie een keer solo-expositie doen. Ja, ja. Ja, dat wel. Nou moeten we wel heel wat maken, op hele groot. En ja, Jen kwam net binnen. Ben, dan moet je niet helemaal naar achter gaan staan. Nee, ik snap het. Ben, die is mijn steun en toeverlaat wat betreft het inrichten van de expositie. Die is mijn voorjaar al. Die heeft nu weer geholpen om alles netjes. Dus die is de ladder, de trap op en af geklauterd om, om alles op te hangen. Dus hartstikke fijn, Ben. Ik ben je ontzettend dankbaar. Dat nou. Ik zou zeggen, geniet van de expositie, klets een beetje met elkaar, stel vragen en nou, drink een lekker drankje, neem wat. We hebben heerlijke sushis, want we hebben een jarige in ons midden. En dat is onze lieve Irene. Ze willen niet weten, maar ze is wel jarig. Ja, dan hoef ik ze niet mee. Ik ben ook niet van plan om ze mee te nemen, dus neem allemaal een sushi. Ja. Proost, hè? Proost. 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 En, op een goede zomer en op een duikcursusseizoen weer. Ja, Ja, ik heb het niet.